Yo, iedereen, leuk kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Switch en vandaag staan we hier bij de DAX. We gaan daar jammer genoeg niet meer rijden omdat het gisteren heeft gesneeuwd. En vandaag zou het dan wel glad moeten zijn ofzo. Dus liever niet het risico nemen. Wat we vandaag wel gaan doen is vandaag de moto kuisen. Met deze producten. Megularis Car Wash en Megularis Perfect Clarity Glass. Niet gesponsord, dus niet denken dat ik daar voor geld voor krijg ofzo. Maar zoals jullie kunnen zien is dat wel redelijk vuil. Zien als ik hier mijn... Oei, dat is niet meer te doen. Ja. Dus die gaan we sowieso moeten kuisen. Daarvoor gebruik ik dus deze product, zoals ik al zei. En dan gaan we eraan beginnen. We gaan stap per stap. We gaan ofwel van voren naar achter beginnen, of van achter naar voren, maakt niet uit. Of van boven naar onder, dat is nog beter. Waarom van boven naar onder? Omdat als je alles van boven doet, alles van boven kuist, dan zakt al het water, dat vuil is, naar beneden. En gaat dat naar beneden. Als je van beneden begint, ga je terug naar boven, snap je? Dus dan zakt je vuil water, en daar op het einde is, van boven, ook naar beneden. Moeilijk uitleg, of niet? Maak er zelf wel van. Maar dus laten we dan deze bij het boeien gaan kuisen. Zorg ook altijd dat je emmertje waar je je product gaat inzetten ook netjes is en geen vuil in zit. Dus altijd eerst uitkuisen. Dit product is eigenlijk gewoon gemaakt voor auto's, maar kijk, het heeft dezelfde lak. Ik doe er meestal gewoon een klein crushje in. Zo is genoeg. Nou, zo is te veel eigenlijk, maar nooit te veel. Ik gebruik zelf twee microvezeldoekjes, eentje om te drogen en eentje nat te maken, om daarmee dan te kuisen. Nu gaan we eerst het zadel doen, dat staat helemaal van boven, naast het stuur, maar dat komt straks nog wel. Dus laten we nu het zadel doen. Kijk eerst doen hoe vuil hij is en dan gaan we het kuisen. Maak die droge microvezeldoekje een beetje nat. Zo heb je nog altijd dat glanzend effect zo. En kan het op zich drogen, maar het duurt wel langer, maar het is beter om die even nat te maken. En dan kunnen we nu naar door gaan naar het sturen. Als we zo draaien. Ja, dat is goed. Zoals jullie konden zien was die ook wel redelijk, je ziet het nog altijd, redelijk vuil. Dus die moeten we dan ook onder handen nemen. Gewoon niet te veel aan de elektronica ofzo. Ooglampje doen we dan ook even. Oh ja, by the way, voor de mensen die wisten, dat is hier afgebroken. Ja, by the way. Dekawa, stuur mij niet, want kun je dat zo makkelijk afbreken. Oké, nu dat dat gedaan is, kunnen we terug gewoon naar afspoelen, afvegen. Ja, dus dit resultaat wil je een beetje bekomen. Nu moet je gewoon nog een beetje drogen. En dan blinkie, blinkie, ja. Ja. Blinkie, blinkie. Zo, en dan kunnen we nu overgaan naar het kader zelf. Zoals jullie kunnen zien, een paar keer geraakt hier met de vod, maar maakt niet uit. Natte vod met het zeep op tijd nog eens uitspoelen. Altijd beter, in plaats van dat je terug met vuil gaat uitstrijken. En dan doe ik meestal gewoon het zadel omhoog, omdat je er dan beter aan kan. Maar dat is... Ai, dan moet je ook wel oppassen voor die elektronica daar. Dus dat is ook puur zelfmening. Maar omdat we niet met een kartje doen ofzo, of met een tuinslang, kun je zelf een beetje beslissen hoe dicht het is. Ook gewoon direct gelijk hier. Dat is goed voor deze kant van het kader. Dan gaan we naar deze kant door. Zo, en dan gewoon terug helemaal afvegen. En zoals met die natte vod, deze vod ook af en toe een beetje terug. Afspoelen. Motorblok komt straks. Zo, en het
dus nu nog altijd nat, maar het komt een mooi effect. En daarna kan je gewoon met een zacht borsteltje al die haartjes wegdoen die op die vod bleven hangen, bijvoorbeeld of zo. Dat is mijn manier van kuisen. Nu gaan we met het motorblok, want hier, dat ziet er niet goed uit. Hè. Maar ja, dat gaat makkelijk weg, hopelijk. En anders gebruik je gewoon wat remschijven. Het gaat goed. Die fantastische hart. Dan kunnen jullie ook gewoon remschijfrijnheid gebruiken. Want ik heb een tijdje bij Harley Davidson gewerkt en die zeiden mij ook: we gebruiken per bike of zo 2 spuitbussen remschijfrijnheid. De pinkertjes zelf zijn allemaal gedroogd, zoals jullie kunnen zien. En dat ziet er fantastisch uit. Wat we nu kunnen doen is ook de velgen en de voorvork natuurlijk. Oh, verkeerde. Het logootje heb ik al gedaan, by the way. Op het vork, op een originele vork, zitten er altijd van die kleine details, die randjes en zo. Daar zit ook meestal vuil in, die krijg je meestal niet weg. Gebruik je geen tandenborstelen, want dat maakt krassen. Maar gewoon een klein verfborsteltje, omdat heel fijne haartjes heeft of zo, heel zachte haartjes. Lukt ook wel, dat heb ik momenteel niet, dus ik zal het momenteel zo moeten doen, maar voor jullie thuis of zo. En ik heb ook een vraag voor jullie, voor die dakscanners en zo die naar mijn video's kijken. Ik heb van die kalkplekjes en zo. Ik zou graag willen weten hoe ik die eruit moet halen. Want ik heb alles al geprobeerd en it don't work. Dus laat me zeker weten in de comments hier beneden. En ik lees het sowieso. Die rubbertjes zijn ook meestal lastig om te doen. Dus ik ga die even doen. Zo, nu zie je hem echt wel meer blinken en zo. Dat is wel ook wat we hadden. Het zadel ziet er ook al beter uit dan ervoor. Hier alleen nog zo van die een klein vlekje, maar die kijken precies niet zo goed uit. Zal ik nog moeten opzoeken hoe ik het er beter uit krijg. Maar hij blinkt al, mensen. Nu nog gewoon de achterkant en de uitlaat. En dan de achtervelg ook nog. En dan zal het wel. En dan zijn het wel eens de andere vod natuurlijk. Shiny, blinky, blinky. Ik denk dat het echt een woord wordt. Blinky, blinky. En dan heb je het achterspatbord. Eens kijken of wel. Zie je. Kan echt niet, man. Kan echt niet. Sorry, redactie. Sorry dat ik zo lang niet heb gekust, maar ja, het is winter. Eenmaal het zomer is, komen de rides weer terug. Dit is namelijk een video dat ik gewoon even plaats, omdat het gesneeuwd heeft, zoals ik zei. Of heb ik dat gezegd, of heb ik dat niet gezegd? Ik weet niet meer. Maar dus, het heeft gesneeuwd en het is dus glad. Daarom dat ik vandaag dus niet wou rijden. En ik wou wel nog een video voor jullie klaar hebben, dus dit shined ook helemaal. Dit is een origineel, dus dat vliegroest en zo krijg ik niet weg. Hij krijgt wel weg, maar ik kan hem opnieuw laten chromeren en zo. Dus laat ik gewoon zo even. Ja. Dan de uitlaat moet je ook nog doen. Even uitzoomen. Kijk hem maar beter op. Hè. Wat een pot van over. Ik ben altijd heel blij mee. Dat is het belangrijkste. Daar ga ik gewoon direct met deze natte vod op, want ik weet niet. Voelt beter. Op zich. Die zijn niet zo vuil, hè. Hier dan toch. Gewoon hier een beetje beneden, waar hij meer de grond raakt en zo, daar wel. Maar op zich niet zo vuil. En die haartjes dat ik zo zei tegen jullie, nu zien jullie hem beter zien. Het zijn allemaal van die kleine haartjes en zo. Oef, ja, dat moest ik dus niet doen. Maar, die krijg ik dus ook nog niet weg. Die moet ik dan nog wegdoen. Ofwel een compressor en dan daarop blazen. Ofwel, ja, wegvegen, hè, maar dan komen er altijd andere haartjes op. Maar hebben jullie nu een andere manier om te kuisen? Laat het dan zeker weten in de comments. Heel erg benieuwd naar. En moesten jullie mij nog niet volgen op Instagram, volg me zeker. Switch YouTube. Nu gaan we met de achtervelg verder. Oké, we gaan van onderwerpen. Dat niet normaal is. Hè. De bandkuisen heeft vrijwel geen zin of zo. Maar wordt toch altijd vuil als je gaat rijden. Logisch. Hè. En ja, guys, net zoals elk mens heeft ook bikes zijn. Hebben motto's ook zijn imperfections. Zoals jullie kunnen zien daar. Ja, dat doet echt pijn aan mijn hart. Iets niet anders, hè. Kun je daar moeilijk iets aan veranderen. En hier ook zo. Maar dat zijn zo van die fragile plekjes en zo. Dus een beetje normaal, mannen. Dus don't shame off your bike, hè. Maar dus deze kalkaanslag bedoel ik, snap je niet? Ik krijg die hier echt niet af. En ik wil ook geen andere velgen kopen, want deze zijn amper gebruikt geweest, dus ik heb amper migraine en zo. Ik krijg ze gewoon niet meer. Dus ja, moest jullie het weten, laat het dan zeker weten in de comments. De bike is zo goed als klaar. Ik ga gewoon die kleine haartjes doen, maar dan ga ik niet filmen. Zoals jullie kunnen zien, hij glimt wel. Ik ga nu een paar beelden tonen van ervoor, de scènes ervoor dat ik had. En ja, nu ziet hij er wel veel beter uit, zoals je kunt zien. Hij glimt ook helemaal en zo. De vraag is alleen voor hoe lang. Maar dus, zoals ik al zei tegen jullie mensen, deze video's, zoals kuisen of zo, of reviews of unboxings, zijn er in
in de plaats van die rijvideo's en zo, motovlogs, omdat het buiten het weer is soms niet gunstig of zo soms. En dan amuseer ik mij met zo'n video's te maken voor jullie. Zo hopelijk appreciëren jullie dat ook en laat jullie zeker een like achter. Voordat jullie moeten abonneren, ga ik even de zadel nog doen. Allee, jullie mogen altijd abonneren, maar het lijkt mij gewoon handig om het zadel dan ook in één keer te doen. Aan de onderkant van het zadel. Ja, dit is ook geen goed systeem, mensen. Voor de mensen die zich afvragen wat ik hiermee wil doen. Dat was een tijdelijk slot, maar die is ook afgebroken. Dus ja. Ook niet gesponsord door Motorkit of Shiftsup op Regina of Breaking. Het is gewoon een onderdeel die ik gebruik. En zij sturen stickertjes op. En lijkt mij ook wel leuk om zo van die stickertjes onder het zadel te doen. Misschien ooit in de toekomst een Switch sticker of zo. I don't know. Misschien, lijkt leuk. Maar dus mensen, als jullie een andere manier hebben van kuisen, laat het mij dan zeker weten. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Misschien beter dan de mijne kan. Ja, ik vind er dan ook. En dan ga ik het zelf ook eens proberen misschien of zo. Ik laat mijn review op jullie manier van kuisen achter. En ja, hier sluit ik aan de video af. Vond je het leuk? Laat dan zeker een like achter hier beneden. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal, Switch. En ook op mijn Instagram, Switch YouTube of YouTube Switch, ik weet niet meer. Daar gaan we ook heel hard op. Dus dank jullie wel daarvoor. En ja, dan zie ik jullie de volgende keer. Ciao.